Hoi en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Tultrex. De enige echte natuurlijk. Nou, we zijn op de tweede kermis. Nou, het is niet echt een hele grote kermis. Maar we zijn in, wat is het, Leidseveen? Ja, Leidseveen. Leidseveen zijn we. En we gaan weer naar de kermis. En natuurlijk hebben we weer bij ons... Ja, nou ja, daar heb je... Joost hebben we natuurlijk weer bij ons. En natuurlijk Ricardo hebben we bij ons. En natuurlijk weer... Joosie, hij is er weer. Gerry. Gerry is een vriend. Kijk, Gerry is een vriend, is er ook weer met ballonnen. Hoe is Jackie? Kost je vier ballonnen? Kost je vier ballonnen en een dinges. Nou, daar is hij weer hoor, onze clown. Ja, ja. Klopt, want hier heb je die Living Dinosaur weer, Ger. Ja. Dus. Ja, en de shaker staat er ook weer. Hey. Ja, alles. De shaker. Jumbo ook weer. Dus, ja. Ja, die staat er ook weer, ja. Anders staat hij. Ja. Anders staat hij ook. Ja, daar heb je hem weer, hè. Ja, dat zei hij toch vorige keer, hè. Hij zei het vorige keer dat hij er stond. Dus ja, we zijn er weer jongens, op de kermis. Dat is hier ook. Is dat hetzelfde als vorige keer? Weet ik niet eigenlijk of dat het vorige is. Maar de zeker staat er ook weer. Ja, de Living Dinosaur is dat daar zo. En hier de Heli Swing staat hier ook weer. Dus, Gerry staat alweer bij zijn maat. Bij de Rainbow Candy. Die hebben we vorige week ook gezien. En we zagen hem ook in Rotterdam. Hebben we hem ook nog gezien. Nou, en hier is de shake. Lekker rook erbij. Lekker hoor, gezellig. Gezellig rook, gordijntje. Dus, Joost, die schiet, het is ook hetzelfde. Hij stond ook toen in daar, Nieperburg. En deze ook, deze stond ook in Nieperburg. De Family Coaster is er ook weer, gezellig. Ja, loop even, eerst even een rondje eventjes. Hier de Jumbo's stonden er ook. Die stonden er ook voor vorige keer. Stonden die. En dan hier de Bowling Palace. Ik had die man vorige keer had die man gesproken, was hij niet verbullig. Hij zit er weer. Ik had hem vorige keer gesproken. En hoe heet dat? Hij is in 2020 is die begonnen. Tijdens de corona, of net na het uitbreken van de corona-epidemie is die begonnen ermee. Heb hij nog twee jaar in het buitenland heb hij rondgereisd. Dus 2020 en 2021. En daarna is die 2022 is hij dus eindelijk op de Nederlandse kermissen begonnen. Dus dat was eigenlijk zo'n beetje een rondje zo. Hier is de Living Dinosaur. Daar nog de kinderen. Ding daar zo. Plop, zegt hij. Ik ben de plop en samen met mijn vrienden. Kun je wel de en hier de oliebollenkraam. En hier de Lucky Ducky.
En daar dan de kindermolen. Dus ja, toen had ik een beetje het rondje van vondig hebben. Ja, la 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 la. Muziek, Marco? Ja, kindertijd, hè. Ik zeg echt niks. Ik heb uit de plop, hè. Ja. Nou, hier trouwens nog aan de andere kant van de shake, de Treasure Island. Van daar Live Dinosaur. En natuurlijk de shake, natuurlijk jongens, de shake. Hij is er weer. Oh, daar heb je Ger alweer. Ik zou hier opeens niet meer. Ik denk, nou, die zou weer weglopen. Oh, nee, even met je bent heel door te komen. Ja, ja, doen we zo. Ik ga ze ook nog wel even. En die de zou gezet, is ook dezelfde. Ja, hij stak zand al op als het zo. Oh, hij stak zand al op. Ja, er kwamen mensen daarom ben ik doorgelopen. Ja, precies. Ja, zeker. Shaker. Thank you.
I've been singing about it lately. Reminiscing the colors of Vegas, thinking like we're famous. Man, my face went crazy. But you look right out of pain. I wish I never waited to tell you out of all the moments in my life. The ones I got to share with you would probably be my favorite. We're gonna be looking down on us, missing you, bro. I hope you're proud of us. At least I know you made it home. And I know you're not alone. Cause now you're saying, now you're dancing with the crew. Hey, the Familie Dragon Coaster. Oh, you have these here. Wow, wat een bonnetje weer! Ja, wat een rentje! De dragon! Zeg maar, dat daar zo. Hier ook dus mijn dropje naar beneden. Het is maar. Ja, het is mijn kindercoachje natuurlijk. Hè. Het is een stuk waar hij naar beneden gaat. De meestal gaat hij dan 3 rondes. Ja, gaat natuurlijk nog een ronde. Dus meestal zijn het altijd 3 altijd. Dat hij nou 2 rondes gaat of 3 rondes. Meestal gaat hij altijd 3 rondes. Nee, hij gaat maar 2 rondes. De Family Coaster Dragon. Zo, en ik heb lekker broodje frikandel. Ga ik lekker opeten. Ik heb een frikandelletje speciaal. Potje oorlog. Ja, goed te doen, aanraden. Goed te doen, aanraden, zeker weten, hartstikke goed. Nou, we lopen nog even 1 rondje, lopen nog even over de kermis. En dan gaan we weer verder. Dan gaan we naar de laatste kermis van vandaag, dat is Vlaardingen. Dan gaan we hierna naartoe. Nou, hier de shake in. En volgende kermis op de vrijdag. Ja, hè. Hey, bol. Je ballon. Ja, ik heb de kou aan. Ja, die trek ik niet dadelijk bij de volgende wel aan. Lekker warm. Ja, zo zie je maar. Als het zonnetje weg is, jongen, dan is het echt... Als het zonnetje weg is, dan is het gelijk... te koud. Dus, nou, hier de Family Coaster nog een keertje. Even kijken wat jij zegt. Ja. Ja, hè. In de Family Coaster. Er zit ook weer één iemand in.
Ja, weer één iemand in. Twee. Nou ja. Achter zat er. Zijn er meer als de net? Nou, hier de Flying Jumbo's. Of Bowling Palace. En dan daar is ook de Living Dinosaur. Dus ja, dat is een beetje zo de kermis een beetje. Living Dinosaur. Dus nou, blijf een mooie attractie, jongens. Ik vind hem echt mooi. De Living Dinosaur, ja, daar is die weer. De Living Dinosaur. De oliebollenkraam. Ja, dat was een beetje zo de kermis voor vandaag hier in Leidseveen. Zo, daar gaan we weer, jongens, naar de volgende kermis. De oliebollenkraam. En daar weer de clown met de ballonnen. En ja, ik zou zeggen, jongens. Oh, daar was het. Daar stond ze. Nou, in ieder geval, Gerrit weer een nieuwe vriendin erbij. Groetjes van deze kant. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden. Als er een nieuwe video of livestream is, ja, abonneer, like. En volg mijn YouTube kanaal. Ja, abonneer in ieder geval en blijf het kanaal in de gaten houden. Er komen echt nog hele leuke video's komen eraan, hè, Ricard? Ja, zeker. We gaan echt wel een hoop kermissen doen. Dit is echt nog een beetje het begin van het jaar. Maar binnenkort komen echt de grote kermissen weer. En daar zijn we natuurlijk ook weer bij. Dus misschien een primeurtje. Ergens in halverwege juni gaan we naar een hele grote kermis. Ja. Ik ga het ook niet tegen de jongens zeggen en ook niet tegen jullie, maar dat wordt wel een klapper. Oh, dus nou, hou het kanaal in de gaten. Dus, reden in ieder geval om het kanaal in de gaten te houden. Jongens, groetjes van deze kant, groetjes uit Leidseveen. Ja. En tot de volgende. Dan zijn we in Vlaardingen. Hoi!